Ho, 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 stop! Let op, deze aflevering is voor alle leeftijden, want woorden als lul, kut, pijpen, neuken komen er niet in voor. Want vandaag gaat het over motherfucking Lego. Met Lego kun je alles maken. Lego kun je alles maken. En laten we eens gaan kijken wat voor zaken je kan maken. Wacht even. Hoorde dit niet thuis in de shit aflevering? Dus een meter om te zien hoe vol is mijn rol. Gebruik toch gewoon je ogen, zoals iedere normale vent. Wacht even. Dit komt natuurlijk uit Japan. Ha, daar kijken ze niet zo nauw. Wel maken. Als ik wil. Zeker te maken. Als ik er tijd voor had. Te maken, maar waarvoor zou ik het willen maken? Als eerste, als je hem niet door elkaar gooit, hoef je hem ook niet terug opnieuw in elkaar te zetten. En ten tweede, ik wil iets doen, iets maken waar ik echt iets aan heb, wat ik echt kan gebruiken. Iets als... Van Lego kun je alles maken. Zo verniel je mijn complete hele jeugd. Doe dit nou niet. Er moet iets anders onder. Wacht even. Ik heb het. We doen even dit eronder. Dat klinkt vast heel veel beter. And down. And up. And down. There you go. And down. Get up and get down. In a different way. Nu hebben ze in Hongarije een wereldrecord met Lego. Ze hebben van die hele kleine blokjes een paal van 36 meter hoog gemaakt. 36 meter! Ik kan alleen maar zeggen, dat is een hele grote paal. En weet je wat ik zou doen als ik een grote paal had? Stel, je stapt met verkeerde been uit bed. Waarom? Je hebt maar één been. Stel, je hebt een passie voor Lego. Je combineert je passie voor Lego met het feit dat je een been mist. En we krijgen een uniek YouTube filmpje. Let wel op, deze dame ziet er behoorlijk leuk uit. Dus bij deze, enjoy. Heb je wel eens met je Nike's in zo'n hondenrol gestaan? Moet je eens voorstellen dat je op een gegeven moment
Met je Lego voet, met je Lego been, staat in zo'n 100-rol. Dan ben je dus echt uren bezig om dat eruit te peuteren. Bij deze nog een leuke boodschap van mijn idool Ray William Johnson. Speciaal voor deze leuke, charmante dag. We like them girls with functioning vaginas. Functioning vaginas. Functioning vaginas. We like them girls with at least two limbs. At least two fucking limbs. And one is a leg. What? Vroeger kon ik niet zoveel maken van Lego. Het enige wat ik kon maken was een pistool. En dat was simpelweg een grote kolom omhoog. Een kolom naar de zijkant. En dan had ik dus een Lego laser pistool. En verbaas een nieuwe serie. It's kind of like a real gun. Kind of like a real gun? Kind of like a real gun? You fucking crazy! You... Don't point it. No. Don't point the thing at me. No! Heb je zelf een leuke tip of een reactie? Laat hem achter, laat het aan ons weten. En deel ons, like ons, abonneer je op ons kanaal. Want alleen door jullie kunnen wij groeien.